Mijn naam is Lily Knibbeler. Ik ben de algemeen directeur van de KB, de Nationale Bibliotheek van Nederland. En ik lees het gedicht De kracht van het geschreven woord van Ilja Leonard Pfeiffer voor. Hij heeft dat gedicht speciaal voor ons gemaakt. Als heel de wereld met een woord begon en DNA met letters leven spelt, als tijd als een verhaal wordt naverteld en alle namen die de mens verzon, planeten laten zingen rond de zon en dieren planten op het blanco veld, als woorden liefde kweken en geweld en mens met woorden dood zelfs overwon, laat dan de zin van alles zinnen zijn. De wereld is papier, gedachten schrijven het zout in zeeën, zand in de woestijn. En alles wat ons uit elkaar kwam drijven, herschep ik naar mijn beeld met inkt van mijn gedicht dat jou voor altijd hier doet blijven.